En hele goede dag gewenst. Soms heb je van die dagen, dan gaat het mis. Ik had stap voor stap opgenomen hoe ik deze Jack in the Box uit de film Nightmare Before Christmas heb gemaakt. Zijn alle beelden gewoon gecrashed? Ik weet niet precies wat ik heb gedaan of dat het pure technisch mankementje was. Maar ik heb geen enkel filmfragment meer van het maken van deze Jack in the Box. Dus ik dacht, neem een filmpje op dat ik het gewoon maar vertel. Deze pompoen, dat is een papier-maché pompoen van de Pipo's. Dat is eigenlijk het enige wat ik voor dit kleine projectje heb gekocht. De rest is gemaakt van materialen wat ik al in huis had. Wat heb ik gedaan? Ik heb die papier-maché pompoen een beetje opgemeten en erop uitgekomen dat dat boksje zo'n 8 bij 8 centimeter groot is qua vlakken. Daarmee wordt hij iets kleiner dan de pompoen zelf, maar dat was juist de bedoeling, want in de wereld van Tim Burton is alles nou eenmaal niet zoals je zou verwachten volgens de wetten in onze wereld. Dus dat doosje moest een stukje kleiner zijn. Toen ik dat aan het zagen was, toen zag ik op een gegeven moment twee van die stukken nog aan elkaar zitten. Afgetekend en wel. En toen dacht ik van, weet je, die twee laad ik ook aan elkaar. Want de deksel moet openstaan. En ik denk, als ik dat nou eerst los ga zagen en daarna weer op de een of andere manier aan elkaar vast moet gaan zetten, waarom laat ik het niet gewoon heel? En heb ik dus, ik heb alles uitgezaagd uit een plaatje dun MDF. Met de ijzerzaag, zodat ik mooie, rustige zaagsneden zou krijgen. En ik heb dus op de plek waar eigenlijk dus doorgezaagd had moeten worden, heb ik dus een klein stukje ingezaagd, zodat die inkeping wel te zien is. Maar goed, ik ga er weer over op het boksje. Deze pompoen. Nou, zoals ik zeg, dit was 8 centimeter en hij moest dus ongeveer twee keer die lengte bovenuit steken. Dus ik heb een stukje bezemsteel gezaagd van 16 centimeter. Die ook met lijmpistool onderop gelijmd. Daar had ik meteen een soort handvat dat ik deze kon vasthouden terwijl ik hem schilderde. Eerst heb ik deze geheel in de grondverf gezet, gewoon de spuitbus van de Action. En vervolgens met simpelweg oranje acrylverf, oranje geschilderd. Dat steeltje bruin geschilderd, allemaal acrylverf. En acrylverf droogt lekker snel. Dus dit hele project heb ik binnen een dag gemaakt. Toen ik al die stukjes had gezaagd uit het MDF, heb ik eerst van alle stukjes de vlakken groen geschilderd met groene acrylverf. En toen dat droog was, op alle vlakken behalve de bodem, van die zwarte strepen getekend. Ik had ze 8 centimeter bij 8 centimeter die vlakken, zoals ik al verschillende keren heb benoemd. En bleek dat er 8 strepen op moesten komen, dus dat was makkelijk, allemaal een centimeter breed. Ik heb gewoon met een zwarte stift erop getekend. Vervolgens alles in elkaar gelijmd met het lijmpistool. En toen deze helemaal droog was, dat gezicht erop getekend met een zwarte stift. Nou, dat vervolgens allemaal opzij gelegd. Deze geheel oranje geschilderd. Ik heb van nog een stukje bezemsteel dit rondje gezaagd. Gat erin geboord ten grootte van dit aluminium stuk. Dat is trouwens van die aluminium roede waar ik nog steeds van over had sinds dat dansende banaan project. Met een tang omgebogen. En dit is een stuk van een penseelstokje. Dat gescheurd, zwart gespoten. En er uiteindelijk opgelijmd natuurlijk. En dit is van dat flexibele buis geribbeld. Wat je normaal voor elektronica gebruikt. En ja, die op een gegeven moment, toen deze dus helemaal klaar was en droog, over die bezemsteel geschoven en die bezemsteel erin gelijmd. Dit gezichtje, eerst met zwarte stift erop getekend. Dat wit is simpelweg T-Pex. Even hoger, want dan zie je het niet. Dat wit is simpelweg T-Pex. Die haren, dat groen, is hetzelfde acrylgroen als wat ik hier heb gebruikt, maar hier komt het anders uit de verf. Omdat het een oranje ondergrond heeft.
Dit is met een zilveren stift van Edding erop getekend. En vervolgens met zwart al die krullen en dat soort dingen erin getekend. En toen was die klaar. Jammer dat ik alle archiefbeelden, hoe het gemaakt is, kwijt ben. Maar volgens mij heb ik het nu duidelijk genoeg uitgelegd. En kunnen we nog leuke projecten gaan maken. Dankjewel voor het kijken. Ik zie je graag weer in de volgende video.